Het leven van de mens wordt voor een groot deel bepaald door zijn stemmingen. En die stemmingen worden weer bepaald door gevoelens, door emoties. Angst, woede, schaamte. Het zijn de pijlers van ons gedrag op rust. Maar zijn voor psychiaters emoties daarmee ook de sleutel tot wie we zijn? Of zijn gevoelens vooral een bijproduct van ziektebeelden? Waar zitten die emoties precies in ons brein? En als je niet ziek bent, maar gewoon ongelukkig, kun je dan ook bij de psychiater terecht? Daarover gaat het vandaag in Kijken in de Ziel. Hoe belangrijk zijn emoties in uw optiek? Hoe belangrijk zijn emoties? Nou, emoties zijn, zeker als het gaat over angst- en stemmingstoornissen, depressie, manische depressiviteit, essentieel. Dat is waar het om draait. En ook waar de patiënt altijd mee binnenkomt. Dus als de patiënt ergens tegenaan loopt, dan zal hij niet een of ander rationeel verhaal vertellen, maar iets waar hij echt last van heeft. En dat zijn emoties. Dan zegt hij, ik voel me slecht, ik ben de hele dag down, dat soort dingen. Ja, ja. En niet van, mijn baas doet zo vervelend, hoe kunnen we die samen nou eens eventjes aanpakken? Emoties is datgene wat niet in taal en ratio zit, wat in onze kop zit. Emoties is in feite datgene wat ons beweegt. Daar komt het woord emoties van moveren, bewegen. Hè, wat we, en dat is hoe wij onder die ratio, wat maar 10% van ons leven is, ons doet gaan. Het emotionele leven is alles in ons brein. Daar draait het op. Veel psychiaters zeggen wij worden gedreven door emoties in de eerste plaats. Is dat zo? Ja. Of kunt u zich er niks bij voorstellen? Kijk, dat is nou precies waarom ik even stil ben. De psychiatrie is een vak dat zich bezighoudt met zieke mensen die aan een ziekte lijden. Wij houden ons niet bezig wat de mens drijft. Dat is nou het hele punt. Het interesseert me geen lor of een psychiater zegt, wij worden gedreven door emoties. Ja. Ik heb geen theorie over mensen. Ik ben geen psycholoog. Nee. Ik ben een psychiater. Begrijp je wat ik bedoel? Ik ben ook geen socioloog. Ik hou me bezig met mensen met een ziekte. Wij zijn een vak dat zich bezighoudt met gestoorde emoties. Met gestoord gedrag. Met gestoord denken. Dat is ons vak. Is er nou één emotie die dominant is bij mensen? Waarvan u zegt, dat is gewoon de emotie die alles drijft? Ik denk angst. Angst, ja? Ja. Angst voor? Bij de mens voor niks specifieks meer. Behalve dan de concrete fobieën. Dus de hoogtevrees, de pleinvrees. Ja. Maar de angst is ook ten grondslag aan de depressie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ik denk dat als je een centrale emoties moeten aanwijzen, dan is het de angst. En dus niet meer, je vroeg van angst daarvoor. Ja. Dus niet meer voor iets concreets. Mm-hmm. Maar meer een neurotische angst. Van angst voor bijvoorbeeld afgewezen te worden. Of in conflict te raken met iemand die sterker is. Je baas bijvoorbeeld. Ook al is dat niet reëel. Nestelt dat zich toch in je eigen hersenen, in je eigen neurose. Noem het autoriteitsconflict bijvoorbeeld. En dat verankert zich dan in je onderbewuste, zoals Freud dat bedoelde. Ja. Je bent boos op je baas en je hebt niet door dat het komt omdat je eigenlijk bang bent voor hem. En als je naar een andere baan gaat, krijg je weer ruzie met je baas. En je hebt niet door waarom je dat doet. Daarom is psychoanalyse een goede benadering. Dat doe je vanuit je onderbewuste. Maar dat brengt ook met zich mee dat je niet goed van die angst afkomt. Angst is misschien wel de kern van alles, dat klopt. Dat ben ik met hem eens. Angst is een heel belangrijke centrale emotie. Zonder angst valt niet te leven. En met te veel angst kun je ook niet leven. Maar angst is iets wat mensen drijft, stimuleert, remt. Maar het is één van de emoties. En men zegt wel eens, depressie waar ik me bij bezighoud. Mensen zijn vaak, dat komt ook heel vaak samen voor. Angst en depressie komt heel vaak samen voor. Ja, maar angst, ja, en angst voor wat? Dan. Daar gaat dat dan over. Ja, angst voor alles. Ja. Maar is dat dan uiteindelijk angst om te bestaan? Ja, dan wordt dat weer zo heel diep filosofisch. Ja, ik weet het niet. Nou, ik denk dat heel veel mensen in hun doen en laten geremd worden door iets wat ze vrezen, waarvan ze ook niet precies weten wat het is. Is angst slecht? Ja, als ze er in
In neurobiologische termen is angst wel is niet best, nee. Nee? Want wat gebeurt er dan? Nou, je maakt stresshormonen aan? Je maakt stresshormonen aan en de stresshormonen laten je brein haperen. Wanneer wordt angst ongezond? Want een beetje bang zijn af en toe, voorzichtig zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, voorzichtig zijn. Als het je eigen gedachten, je eigen gevoelens en je eigen handelen zo inperkt dat je een mager, karig bestaan gaat leiden. Kent u het zelf, angst? Natuurlijk. Waar bent u bang voor? Waar ben ik bang voor? Ik ben bang voor de dood. Ja? Ik ben bang voor verliezen. Ben bang voor lichamelijke ziektes. Is daar wat aan te doen, aan die angst? Want het zijn nogal fundamentele dingen. Nee, het zijn existentiële angsten, ja. En daar kan je ook niks aan doen. Daar moet je gewoon mee leven? Daar moet je gewoon mee leven, ja. En met welke angsten moet je dan niet leren leven? De angsten om met mensen om te gaan. De angsten om je te hechten aan iemand anders. Maar dat zijn hele belemmerende angsten. Dat zijn belemmerende angsten. Ja. De angst om de dingen te doen die je zou willen doen. De angst om de wijde wereld in te gaan als je de wijde wereld in wil. Ja. Ik denk niet dat het één emotie is die het doen en laten van ons bepaalt. Hebt u één emotie waar u speciaal in geïnteresseerd bent? In uw vak? Ik vind schaamte ook wel een hele interessante. Ja. Ik denk dat schaamte een veel belangrijker emotie is dan we onszelf toegeven. Want wat is schaamte? Door de grond willen zakken. Ja. Niet willen bestaan in de ogen van de ander. Dat is een verzamelnaam voor een heleboel emoties die erop neerkomen. Dat je toch probeert toch een beetje te verbergen. Is je schamen dan erg? Nou, dat weet u zelf. En u bent wel eens zelf door de grond gegaan van de ellende. U weet hoe erg het is. Ja, ja. Maar dat zijn altijd maar momenten, toch? Nou, het kan een eeuwigheid lijken te duren. Ja. Er zijn mensen die zich chronisch schamen. Waar ze ook komen en wat ze ook doen? Ja. En wat kun je daartegen doen? Daar kan therapie heel zinvol voor zijn. Gesprekstherapie, psychotherapie. Zelf is het me wel eens gelukt om er wat verlichting in aan te brengen. In schaamte? Ja. En dan weet ik één ding dat beslist niet helpt. En dat is te zeggen, ja, maar daar hoef je je toch niet voor te schamen. Dat is les 1 die je aan een beginnende hulpverlener moet geven. Zeg dat nooit. Want dat zeggen mensen, hè? Ja. Als dat het daar nou is. Daar hoef je toch niet voor te schamen. Met andere woorden, hij krijgt ook nog opdrachten om zich voor zijn schaamte te schamen. Ja. Ik denk dat chronische schaamte voor iemand nadelig is. Als je altijd gebukt door het leven gaat. Ja, ik denk niet dat je dan blij kunt zijn of tevreden over jezelf. Ja. Of het naar je zin kunt hebben in het leven. Kijk, de emoties die zetelen in ons emotionele brein. En dat is een primitief deel van het brein wat eigenlijk bij alle zoogdieren min of meer hetzelfde is. Wat onderscheidt de mensen? Een enorme hoeveelheid hersenschors daar overheen. En ik vergelijk dat altijd met Windows en de harde schijf. En uiteindelijk bepaalt de harde schijf wat de computer kan. Hoe goed alle programma's werken. Nou ja, je kan wel een heel mooi bestuurssysteem, maar als je maar beperkte capaciteit hebt met je harde schijf, dan wordt het toch niet veel. Dat is waar het om draait. En wat je nu ziet gebeuren is dat de cognitieve therapeuten, die erg de macht hebben in therapieland, die willen alles vanuit de hersenschors oplossen. Maar het gaat dus om al hele primitieve dingen. Dit zijn de hersenen van een overleden mens. Dit is de voorkant, dit is de achterkant. Dit zijn de kleine hersenen waarmee je evenwicht bewaart. Maar wat hier ook goed zichtbaar is, is het gebied waar onze emoties mee geregeld worden. En emoties bestaan eigenlijk uit twee dingen. Enerzijds een gevoel en anderzijds een aantal lichamelijke reacties. En die twee hebben een nauwe interactie met elkaar. Maar met name die lichamelijke reacties die worden veroorzaakt in een gebiedje. Dat is hier goed te zien. Dit is de hersenstam. En er zitten een aantal kerngebieden in die zorgen dat je goed reageert op stress. En hier zit bijvoorbeeld een kern die heet de locus ceruleus, het blauwe plekje.
En daar zitten 10.000 cellen in. Die maken allemaal noradrenaline. En waar is, wat is dat voor stof? Ja, dat is eigenlijk wat adrenaline voor je lichaam is. Om te kunnen vechten en vluchten. Dat is dat tegelijkertijd worden deze kernen actief. Om de hersenen alert te maken. En actief te maken om te vechten en te vluchten. En, maar kun je zeggen dat daar ook in dat gebiedje de emoties van de mens zitten? Nou, dat deel van de emoties wat met die lichamelijke verschijnselen te gepaard gaat, wel. Want dit zijn ook de cellen bijvoorbeeld die betrokken zijn bij het verhogen van je hartslag als je angstig wordt. Dat wordt gewoon hier geregeld. En is het ook zo als daar in dat stukje lichamelijk iets verandert, dat je gedrag dan ook verandert? Ja, dus dat zie je goed in het tweede gebied wat ik zou willen laten zien. Dat is de hypothalamus. Dat is dit driehoekje hier. En die maakt via de hypofyse eigenlijk contact met de rest van het lichaam. En als er iets mis is in de hypothalamus, bijvoorbeeld een tumor, dan zie je heel rare verschijnselen. Bijvoorbeeld dat een patiënt gaat lachen de hele tijd. Dus dat noem je dwanglachen. En dat komt dan door die tumor die daar zit. Maar ook bijvoorbeeld als je een ander gebiedje in de hypothalamus prikkelt, dan kan iemand een spontaan orgasme krijgen. Dat is wel proefondervindelijk per ongeluk gevonden bij een operatie voor een epilepsiepatiënt bijvoorbeeld die daar een elektrode kreeg. En, maar ook dorst en honger zit hier. En vooral ook agressie. Je kan bij katten, als je hier een gebiedje stimuleert, heftige agressiereacties opwekken. Met name die hersenstam en de hypothalamus. Die is en bij ons bijna hetzelfde als bij een heleboel dieren voor ons in de evolutie. Zoals de muis, het varken of de dolfijn. Dit is het brein van een rat. Ja, dus dit zijn de hersenen van een rat. Waarbij je hier weer de boomstructuur van de kleine hersenen ziet. Ja. Hier weer de hersenstam. En daarboven de hypothalamus. En bij een rat en een muis is het eigenlijk hetzelfde als bij een mens. Ja, terwijl er miljoenen jaren evolutie tussen zit. Ja, de rat had heel veel vijanden. Ja. Vogels bijvoorbeeld. Mm-hmm. Slangen. He, dus die is altijd op zijn hoede als hij eten aan het zoeken is. Dan scant hij de omgeving af van is het veilig, is het veilig, is het veilig. Gevaardreigd? Ja, daar is hij eigenlijk de hele tijd ook mee bezig. Maar als er dan gevaar dreigt, dan zal hij in zijn holletje kruipen. En dan is dat geen probleem. Als dat gevaar blijft dreigen, dan zal hij een soort gedrag gaan vertonen wat heel erg op depressie lijkt. Dus die angst die wordt dan chronisch en dan zie je dat hij minder eetlust zal krijgen. En dat is heel slim van hem, want hij kan niet naar buiten omdat daar die adelaar nog zit. Op te loeren. Op te loeren, ja. Zijn slaapse oppervlakkig geworden, want hij moet toch een beetje wakker blijven. Ja. Hij zal geen seksuele aandrift meer hebben of überhaupt nergens meer interesse in hebben. Want hij moet toch eens foutjes toe en... Precies, hij moet toch eens hulp. En hij krijgt een laag zelfgevoel, mogelijk. Ja, ja. Want hij moet het niet in zijn hoofd halen dat hij die adelaar aan kan. Dus hij onderdrukt zichzelf, of anders gezegd, hij deprimeert zichzelf. Dus een depressie is een functioneel begrip in de evolutie. Mm-hmm. Het grote verschil is dat bij de mens die adelaar niet meer de vijand is. En we hebben ook eigenlijk geen reële vijanden meer in de natuur. Ja. Maar hebben we nog wel diezelfde emoties die maar opborrelen uit een soort oncontroleerbare vulkaan. Diezelfde angstreflex. Ja, precies. Ja. Maar bedoelt u dat veel van de angsten die mensen kunnen hebben in wezen muizenangsten zijn? Nou, voor wat betreft de lichamelijke gewaarwording is dat zo. Ja? Ja. Het gevoel wat erbij komt is anders. Ja. En de interpretatie van het gevoel is helemaal anders natuurlijk. Want daar zit het denkvermogen van de mens bij. Ja. Dus er zijn hele grote verschillen. Maar daar is ook ergens een hele belangrijke overeenkomst. En wat kun jij doen tegen angst? Ja. Soms iets, soms niets. Soms een pilletje, soms een inzicht. Maar moet je er wat tegen doen? Als je weet waar je bang voor bent, ben je bang meer. Nee, maar mensen komen natuurlijk met die vraag. Help mij daarbij. En de meesten zeggen nog niet, ik ben bang. De meesten die blazen van zich af en die doen zich heel stoer. Wat zeggen mensen dan? Nou, dat ze een kutwijf hebben en dat ze het nu helemaal zat zijn. En dat het maar eens afgelopen moet zijn. En weet ik veel wat. En dan wijzen dan heel erg hard naar de overkant van de tafel. Want daar ligt de oorzaak van alle kwaad.
Maar heel vaak bedoelen ze dan eigenlijk te zeggen, ik ben ongelooflijk bang om alleen te zijn. Hè? Om hem of haar niet meer te hebben. Nou, die vechtrelaties, die ken jij ook uit je omgeving. Die mensen die elkaar de hele dag lopen af te zeiken, maar zo bang zijn om zonder elkaar te moeten. Dat, hè? Dus dan weet jij van, dat is allemaal een façade. Want daar zit angst onder. Ja, maar, wij zijn uiteindelijk niet veel meer om te beginnen dan façade. En mensen, ja. En als die façades wegvallen, dan kom je bij die emoties van het muizenbrein van Witte Hoogendijk. Zitten mannen emotioneel anders in elkaar dan vrouwen? Vragen moeten lachen. Ik zag vorige week, we hebben voor studenten, excellente studenten noemen we dat, houden we een honors class. En daarin werd een filmpje getoond over hoe vrouwelijke en mannelijke hersenen functioneren. En daar moest ik nu onmiddellijk aan denken. Want wat was daar opvallend aan? Het leuke was, mannelijke hersenen die werken als volgt. Die hebben allemaal doosjes in hun hersenen, compartimenten. En als ze het ergens over hebben, dan nemen ze dat doosje tevoorschijn en hebben ze het over dat onderwerp. Ja, wat in dat doosje zit. Wat in dat doosje zit. Ja. En ze hebben zelfs nog een doosje waar niets in zit. Het is een heel rustig doosje. En daar hebben ze het liefst over. Daar hebben ze het liefst over, okay. Inderdaad. Okay. Heeft het onmiddellijk door. Vrouwelijke hersenen daarentegen, dat is een gedoe van je welste, want het is een soort enorm draadwerk waar alles in elkaar grijpt. Mm-hmm. En waar voortdurend van alles aan de gang is. En die hebben niet zo'n leeg doosje en die zijn dus voortdurend bezig. Maar dit was een soort grapje, toch, dat filmpje? Dit was een soort grap en toch herkende ik een kern van waarheid in. Ja. Ik geloof er eigenlijk niet zo erg in. Nee. Nee, ik geloof wel dat vrouwen en mannen in verschillende culturen verschillende rolpatronen op krijgen gelegd. Maar dat betekent nog niet automatisch dat ze dus in alle opzichten zo gelijkgeschakeld worden of ongelijk geschakeld worden. Nou, wat je bij meisjes ziet, dat ze meer neigen tot zorg en meer gebouwd zijn op het krijgen van kinderen bijvoorbeeld. En daar een zekere mate van zorgplicht voor hebben. Ja, het is het klassieke verhaal. Mannen blijven jagers. Dat zijn we aan het veranderen. Dat verandert in onze cultuur. En dat verandert dus ook in onze biochemie. En zal op den duur ook in onze genen worden opgenomen. Ik denk toch nog steeds dat mannen veel meer worden aangesproken op maatschappelijke prestatie. Hè, en op het winnen of verliezen. En dat zal waarschijnlijk ook wel op iets biologisch aansluiten. Maar dat is in ieder geval een maatschappelijk verschijnsel. Hè? Dat de vrouw meer aangesproken wordt op het verzorgen, op het aanpassen. Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk in principe biologische dingen, maar die ook psychologisch zich vertalen. Hè? Ja. Een jongen moet winnen, het meisje moet onopvallend, bescheiden zich aanpassen. Het brein van mannen zit anders in elkaar dan het brein van vrouwen. Dus het zit fysiek anders in elkaar? Ja, fysiek zit het anders in elkaar. Van jongs af aan, al voor de geboorte is het brein van jongetjes al anders qua architectuur en opbouw dan het brein van meisjes. Mm-hmm. En dat heeft te maken met testosteron en de werking van testosteron op het brein. Dus je kunt aan de hersenen zien of het jongetje of een meisje wordt? Ja, en bij jongetjes zie je iets grotere links-rechts verschillen. Ja. En daardoor zijn jongetjes, bijvoorbeeld kleine jongetjes, ook iets gevoeliger voor een aantal stoornissen die te maken hebben met dat heet lateralisatie, dat links-rechtsverschil. Zoals autistiforme stoornis, ADHD. Het wil niet zeggen dat hebben jongens eerder dan meisjes? En vaker, ja. En op latere leeftijd, als ze 30 zijn? Zijn er dan nog echte verschillen? Ja. Dan is er ook nog dat breinverschil wordt natuurlijk ook beïnvloed later door de puberteit, door hormonen. En dan zie je ineens iets heel anders opkomen. Dan krijgen meisjes bepaalde klachten. Dat zijn vaak wat internaliserende stoornissen genoemd worden. Dat wil zeggen stoornissen die heel erg gericht zijn op het zelf, op jezelf. Dus depressies en angsten. Dat hebben meisjes en vrouwen eerder dan mannen? Ja, en vaker, ja. U hebt wel eens gezegd, psychiatrie gaat niet in eerste instantie om emoties. Dat is een libellenachtige opvatting van de psychiatrie. Kijk, als iemand liefdesverdriet heeft, noem maar wat, dat is ons vak niet. Liefdesverdriet. Als iemand liefdesverdriet heeft en daar als gevolg daarvan ontwikkelt zo'n persoon een depressie, dan wordt het ons vak. Want u heeft al gezegd, dit vak gaat over ziektes, niet over mensen die lijden aan het leven. Nee, precies. Nee? Dus maar als je ongelukkig bent? Als je gewoon ongelukkig bent, ben je bij ons het verkeerde adres. Mensen die lijden aan het leven, wat hebben die dan? Ja, die moeten misschien een buurman opzoeken waar ze mee kunnen praten, of een broer. Dat hebben ze al gedaan. Ja? Ja.
Dus uiteindelijk komen ze wel degelijk bij u terecht? Misschien, in het beste geval. Mm-hmm. Maar ik vind dit trouwens, wat die meneer daar uitspreekt, dat is gezoende volksempfinden. En dat is geen psychiatrie wat hij daar uitspreekt. Is dat zo? Ja. Waarom vindt u dat? Nou, flink moet je zijn. Maar hij ziet het misschien als... hij zegt, ik ben dokter en ik behandel ziekte. Ja, dat is wel handig. Niet? Als je toevallig niet weet om te gaan met datgene wat die patiënt heeft. Daarmee zet je toch wel, in feite het menselijk brein... degradeer je tot 1 kilo eiwit. Ja, dat zie je als een machine in elk geval. Ja, en ik ga je vertellen, ons brein is echt meer dan 1 kilo eiwit. Het is ook 1 kilo eiwit. Met stofjes en draadjes en weet ik het allemaal. Maar het psychologische leven en het biologische leven interacteert de hele tijd op een schier oneindig complexe wijze. En dat is de kunst die wij moeten pakken. Dus je moet zowel oog hebben voor de biologie als voor het emotionele leven. Kaan heeft gelijk als hij het heeft over de echte grote psychiatrische ziektebeelden. Ja. Zoals de vitale depressie en de schizofrenie. Mm-hmm. Daar moeten pillen in. Ja. Maar dat heeft in eerste instantie met emoties niet veel te maken. Ja. Daar moet gewoon medicatie. Dus ja, Kaan heeft dan gelijk als hij het over dat hele specifieke, strikt psychiatrische gebied heeft. Ja. Maar als hij het heeft over het gebied van de neuroses, daar heeft hij het niet over. Nee, want dat gaat bij uitstek over gevoelens. Natuurlijk. En daar gelden hele andere wetten, bedoelt u? Ja, en andere therapeutische strategieën. Zelfs in mijn vak, ik doe alleen maar hardcore psychiatrie. Hè? Harder dan psychoses hebben we het bijna niet. Moeilijker, maar met een biologische afwijking. Als ik niet op het emotionele niveau contact maak met mijn klant, is de rest, komen we nog eens aan toe. Snap je? Ja. En ook klanten zeggen ook, dacht je dat die alleen beter werden van alleen de juiste pil erin? Die mensen die zijn in die 10 jaar verwardheid het hele hoop kwijtgeraakt aan emotionele interactie. Als je dat niet aan bod laat komen, ik wil er nog eens over hebben, zo onbenullig als dat is. Dat maakt je bijna neidig ook. Tuurlijk maken we dat neidig. Kijk, er is een schemengebied, er is een tussengebied tussen wat de psychiater doet, namelijk het behandelen van psychiatrische ziekten, mm-hmm. en wat een psychotherapeut doet, die doet dat deels ook, maar voor een deel ook behandelt die mensen die niet tevreden zijn over hun leven. Die ongelukkig zijn over hun eigen functioneren en over hoe hun leven eruit ziet. En dat is niet een scherpe scheidslijn daartussen. Daar zit natuurlijk een zekere overlap. Ziektebeeld gaat vaak over zieke emoties. Mensen zijn angstig, te angstig dan de situatie rechtvaardigt. Ja. Veel te somber, veel te snel en veel te diep. Hè. Vestdijk, voorbeeld te noemen. Hè, die prachtige boeken geschreven, dat zal niemand toch betwisten. Maar als het een keer tegen zat, dan kon hij plotseling zo depressief worden dat als hij dan niet binnen 3 dagen geschokt en opgenomen tegen zijn wil werd, dan deed hij de verschrikkelijkste dingen. Ja, en dat is een hele erge vorm. Ernstig ziektebeeld. Maar de vraag is, waar houdt het dan op? He? En het verlangen is ook dat wij er een mooi oeuvre aan overgehouden hebben. We hebben er een mooi oeuvre aan gehouden. Dus we moeten niet alle emoties proberen weg te halen uit het samenleven. Ook niet de heftige natuurlijk. Ook psychiaters moeten dat niet doen. Maar ja, als je heel erg leidt aan die... Van Gogh had anders nooit geschilderd misschien. Nee, als hij antipsychotica had gehad, is het vrij zeker dat hij niet geschilderd had. Want de spullen die we tot nu toe hebben, we zoeken naar nieuwe stoffen, die blussen heel wat lust. Daar zit je met een patiënt vaak ook te delibereren over. Hè? Dat iemand die psychotisch is en die bijvoorbeeld aan de kunstacademie, een jongen heb ik in behandeling gehad. Helaas, hij leeft niet meer. Heeft hij zelfmoord gepleegd? Ja, dat gebeurt. Ja, hoe kan dat dan? Ja, ik was op vakantie. Het raakt u, hè? Ja, nou, hoe zegt. Komt dat? Nou ja, omdat dat schilderij hangt nog steeds op mijn kamer. En het was een schizofrene jongen. Nogmaals, het is een ingewikkeld ziektebeeld. Maar het was een jongen die constant psychotische episodes had. Maar ook een voortreffelijk kunstenaar. En die gaf ik dan antipsychotica. En als het dan net iets te veel was, dan had hij geen ideeën meer. En dan kon hij niet meer schilderen. Dus ik zat voortdurend op de rand. Hè? Ja.
En ik had een goede band met hem. Nou, en ik was op vakantie en hij werd elders opgenomen bij vreemde mensen, zou ik maar zeggen, die hem niet kenden, zijn verhaal niet kenden, geschiedenis niet kenden. En blijkbaar is dat te veel voor hem geworden en hij is gewoon daar, wat nog wel eens gebeurt dan, voor de trein gelopen. En toen heb ik van zijn ouders een schilderij gekregen waarin hij in het hoofd van een vrouw een gat aan het scheppen was. En dat was het hoofd van zijn moeder. Waar staat dat schilderij voor u? Voor trouw aan patiënten. Van u aan hun? Ja, dat schilderij staat meteen voor hem, want ik heb hem nog steeds goed op mijn netvlies. Ben ook op die begrafenis geweest, dat doe ik niet altijd, maar in dit geval wel. Hoe lang is het geleden? Nou, toch wel ruim 20 jaar. Wel bijzonder dat het u toch nog raakt. Hè? Ja. Want wat is dat dan? Ja, maar goed. Dat u niet op vakantie had moeten gaan. Ja, dat is natuurlijk idioot. Is dat het? Ja, het is natuurlijk, het knaagt, kijk, het klopt aan bij de deur van de waarheid. Wat bedoelt u misschien? Nou, dat ik had het misschien nog veel beter moeten overdragen, op moeten schrijven. Maar ja, dat u bedoelt, daar zit ook een portie schuld in? Ja, dat raakt mij toch wel heel erg diep, ja. Als een van mijn patiënten zelfmoord pleegt, hè, waar ik dan moet toegeven dat ik het niet gered heb bij iemand, of iemand niet in zorg heb gehouden, dan ja, daar lig ik van wakker, ja. Ben je als psychiater, hè, met kennis van emotie en de menselijke geest, ben je dan ook beter bestand tegen tegenslag in het leven? Ik weet niet waar ik het mee vergelijken moet. Nou, u hebt 88 jaar om dat te beoordelen. Nee, maar ik heb niet 88 jaar waarin ik dat allemaal niet had. Nee, dat is waar. Ja. Maar kunt u bijvoorbeeld beter omgaan met rouw door uw vak? Ja. Ja? Ja. Want wat doet u dan anders dan de... Nou, ik weet dat ik dat verdriet niet iets is wat ik moet ontlopen. Je moet er iets mee doen? Ik moet het door laten komen, ja. Mm-hmm. U hebt 8 jaar geleden uw dochter verloren, hè, bij een verkeersongeluk. Ja. Wat bleek er toen te kloppen van wat u dacht te weten van dat soort dingen? Nou, alles. Ja? Alleen was het allemaal nog erger, ja. Ja. Maar ik kan niet zeggen dat ik toen iets had aan mijn vak. Nee. 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 Nee, alleen dat je er niet van schrikt. He, van de mate van somberheid of wanhoop. Of, dat je dat ja, misschien makkelijker accepteert dan iemand anders die het zou overkomen. Maar dat is ook allemaal niks waard. Hebt u toen zelf hulp gezocht? Ja. Ja? Ja. Omdat u dacht, dit kan ik niet alleen. Ja, 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 ja. Ook omdat mensen of vrienden van mij daar erg op aandrongen. En ik merk, ja, als ik even door hun ogen probeerde te kijken, zag ik ook wel dat het helemaal niet goed met me ging. En dat het, ja, gewoon een wankel evenwicht was. Ja. Had u wat aan die hulp? Ja. Ja. Want wat werd er toen weer in de goede stand gezet? Nou ja, het is toch prettig om een... Ik vond het prettig om iemand te hebben die meekeek hoe het met me was. Hè, en die ook zou kunnen zeggen van, nou, nu moet je toch echt... Of die ook zei van, nu moet je toch echt die slaappillen nemen. Of nu moet je elke dag een half uur naar buiten. Of even hele concrete gewone dingen. Was dat anders dan wat u zelf al zag? Of kun je zo niet naar jezelf kijken? Ik kon het zelf allemaal niet. Nee. Ik kon dat allemaal niet. Dus het was heel goed dat iemand op die manier voor mij zorgde. En ik vond het ook prettig. Zeker toen het na verloop van tijd, dat ik een plaats had waar ik zonder schuldgevoel kon klagen en mijn wanhoop kon uitspreken. Mm-hmm. Zonder iemand daarmee te belasten. En dat is natuurlijk ook echt een functie van dit soort therapieën. Dat je bij die therapeut mag je klagen en vertellen hoe erg het echt is. Want je belast hem er niet mee. Ik kan me ook voorstellen dat je nou zoiets niet meer de kracht kunt opbrengen of de zin om naar allerlei muizenissen van andere mensen te luisteren. Zo werkt het helemaal niet. Nee? Hoe werkt het wel dan? Omdat, wat ik al eerder zei, het is een vak. Mm. En het gaat erom dat ik in staat ben om me 3 kwartier of een uur op
iemand helemaal te concentreren. En dat mijn hoofd vrij is, dat ik daar hypotheses in kan maken en kan bedenken. Hè, wat voor formulering ik zal kiezen om iets voor te leggen. En dat ik geïnteresseerd ben in hoe het bij jou in elkaar zit. Daar gaat het om. Los van uw eigen bagage? Totaal los. Zo gauw ik merk dat mijn eigen bagage me daarin belemmert, kan ik mijn werk niet doen. Dus dan moet ik dat niet doen. Maar er zijn ongetwijfeld momenten waarop u dat voelt. Nou ja, ik denk dat ik niet snel iemand zal aannemen in mijn praktijk die een vergelijkbaar verlies heeft geleden. Niet? Nee, ik denk dat ik dat niet zo snel zou doen. Waarom zou u zo iemand niet aannemen? Nou, omdat ik dan bang ben dat ik dat toch mijn eigen, dat ik zelf te veel mee ga resoneren. En dat mijn eigen problemen dan in de weg gaan zitten. Ja. Hè, hoe ik die patiënt zie. Maar u begrijpt het dus misschien juist beter dan een ander. Ja, dat kan wel zijn. Maar je moet toch zorgen dat je zo vrij mogelijk bent om je op iemand anders te concentreren. En dat je eigen sores niet in de weg zitten. Dat is het eigenlijk. Het verliezen van een kind is zo desastreus. Ja? Ja. Volgens mij kom je daar nooit overheen. Dat vind ik nog iets heel anders dan het verliezen van een ouder. Het verliezen van een kind is bijna deel van jezelf. Ik denk dat je daarmee een deel van jezelf bijna kwijtraakt. Ja. U snapt ook wel dat ze die categorie niet willen. Ja, snap ik heel goed. Ja? Dat is niet te doen voor haar. Maar ja, kan ik mij voorstellen. Zij snapt misschien beter dan wie dan ook wat iemand voelt. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze dan ook iemand kan helpen daarmee. Zit er een einde aan verwerking? Ik bedoel, is het na een aantal jaar gewoon klaar en af? Dan kun je het dan min of meer... Nee, dat is ook iets, hè. Dat wordt natuurlijk zeker in de libellenpsychologie veel gezegd van de rouw kent fasen. En die vier seizoenen, zeg door... Ja, die moet je doorlopen en dan is het klaar. Nou, dat is dat zo, niet zo onzin. Nee. Het is zo afhankelijk van wat betekent dat verlies voor deze persoon? En dat is dus voor iedereen verschillend. Mm-hmm. Daarmee ook wat het verlies oproept en waardoor dat verlies verlammend werkt. Dus je kan helemaal er niet één mal op drukken van het is altijd zus en zo. Merkt u dat bij uw oudere patiënten, dat bijvoorbeeld, die hebben misschien ook al vroeger een kind verloren. Ja, dat blijft kan, dat altijd pijn doen? Nou ja, dat kan, als het ware lijkt het alsof het gisteren gebeurd is als je het daarover hebt. Ja. Hoe werkt dat dan in het brein? Wordt daar een stolpje overheen gezet? Poeh. Over dat verdriet? Ik weet niet hoe dat werkt in het brein. Maar dat lijkt wel alsof dat dan niet overgaat. Of dat het altijd een open wond blijft. Ja, precies. Alsof het vast blijft staan. Alsof het gestold is. Ja. Ja. Iets heeft in allerlei verschillende levensfasen weer zijn eigen betekenis. Neem maar als voorbeeld een kind wat heel jong zijn vader verliest. Stel als hij 5 is of zo. Dat is dan een verlies. Maar als zo'n kind lagere schoolleeftijd heeft, is de functie van de vader weer heel anders. Dus dan gaat hij weer andere dingen missen aan dat verlies. Puberteit hetzelfde. Jongvolwassenheid hetzelfde. Dan gaat hij trouwen. Dus precies. Ja. In elke fase is dat verlies eigenlijk weer nieuw. Krijgt het nieuwe kanten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk met iets wat ik heb meegemaakt. Precies hetzelfde. Dat er steeds meer is waar zij niet bij is geweest. Ja, dus in die zin is het nooit over.